Hermanos, hermanas van Team Yannick, 2021. Het is begonnen en het is goed begonnen. Want FIFA heeft gisteren Arjen Robben flashback uitgebracht. Heel veel mensen zullen hem waarschijnlijk willen doen. Maar heel veel mensen vragen zich ook af of hij het geld waard is. Volgens mij kost hij ongeveer 130.000 munten om hem te krijgen. Ik heb hem voornamelijk uit mijn club gehaald. En dit is hoe die kaart eruit ziet. 88 rating. RM natuurlijk, Nederlands, Groningen, spreekt natuurlijk voor zich. Maar het is wel bijzonder, hij heeft 5 star skills. En dat is natuurlijk iets wat heel veel mensen aanspreekt. En ja, zijn snelheid, 93 snelheid, 87 schot, dus een goede afmaker. 70 fysiek, 90 dribbling. In ieder geval voor mij zeker de moeite waard om te gaan proberen. En wat grappig is, los van de fantastische kaart dat hij is, hadden we in mijn team al een soort van grote behoefte aan een nieuwe LM of RM. Want het stond natuurlijk eerst zo. Waarschijnlijk weten jullie dat wel. Eerst speelde ik dus met Mané op de rechtsbuiten en Ansu Fati hier op de linksbuiten. En we zagen al dat toen we spelers als Bernardo Silva, Douglas, Eschen, Seedorf erbij kregen, dat Ansu Fati eigenlijk een beetje tekort kwam. Supergoede kaart natuurlijk, maar hij kwam gewoon tekort. Weet je, 295 wedstrijden, 159 doelpunten. Dat wil je toch net even iets hoger hebben. Dus ja, eigenlijk was voor mij Robben een no-brainer. Hij paste natuurlijk perfect hier samen met Seedorf, waardoor ik Mané op de linksbuiten heb gezet. En dit wilde ik dus zo snel mogelijk gaan testen in de Weekend League. Ik wilde ook dit weekend, zo van 2021, nieuwe vibes, wilde ik gewoon echt een hele serieuze Weekend League gaan neerzetten. Dat is gelukt. Robben heeft het ongelooflijk gedaan. Hij heeft alleen maar zieke doelpunten gemaakt. En mede door hem maken we dus gewoon kans om een record te gaan zetten in de Weekend League. En vandaag ga ik jullie dus laten zien, want ik heb Weekend League gespeeld. Robben was niet normaal. Echt, ik zweer het je, niet normaal. Je gaat het nu zien. 4-5 wedstrijden, zijn eerste 4 of 5 in de Weekend League, waar we dus een super goede score hebben neergezet. Misschien halen we wel een record, mede dankzij Robben. Het zou super dik zijn om daar 2021 mee te beginnen met een Weekend League record. In ieder geval, als je zin hebt in deze video, gooi je duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je nieuw bent of dat nog niet gedaan hebt. Dan gaat heel veel aankomen. En nogmaals, we gaan vandaag kijken naar de Robben Show. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. En ja, let's go. Het eerste wat mij van Arjen Robben opgevallen is dat hij een soort flair heeft ofzo. Net als dat hij dat vroeger in het echt had, heeft hij dat dus ook in deze kaart. Hij heeft een soort van, sowieso dat karakteristieke loopje heeft hij, die sprint. Weet je wel, dat hij zo met zijn lichaam echt dat doet. Maar ook de manier waarop hij afmaakt. En dat zag je dus hier met een paas van Douglas. Hij streept hem echt gewoon met een soort van, met klasse, excellentie. Schiet hij hem erin. En dat was gewoon heel erg leuk om dat terug te zien. En dat zorgt er weer voor dat je wat meer plezier hebt in die Weekend League. Weet je wel, hier krijgen we 1-1. Best wel een onterechte penalty. Jullie zagen het gebeuren. Ja, we lieten hem struikelen. Maar ja, hij kon gewoon doorrennen. Het was echt een beetje een soort bug-achtig. In ieder geval 1-1 hier dus. En de eerste goal was van Arjen Robben. Dan 74ste minuut. Een aanval tussen Robben, Mané, Douglas. Natuurlijk het aanvalstrio. Dan is het Douglas die eigenlijk een beetje geforceerd Robben zoekt. Moet ik eerlijk toegeven. Maar het is wel goed om te zien dat als hij de bal krijgt, dus daar randje 16, dat hij hem gewoon afmaakt. En hij maakt zijn tweede doelpunt in de eerste wedstrijd die hij speelt voor Team Yannick. En eigenlijk ben ik heel tevreden over hem. Het is echt niet normaal hoe hij zeg maar die diepgang constant hebt. Dan hier 90ste minuut, plus 2. Het is al einde van de wedstrijd. Douglas komt naar binnen. En uiteindelijk is het Bernardo Silva. Ook iemand die we net nieuw in het team hebben. Omdat we hem gepakt hebben uit de Partyback SBC. Waar ik ook heel tevreden over ben. Die scoort dus. En volgens mij gingen we nu 8-2. Door naar de volgende wedstrijd. Maar wat ik dus zei, is dat Robben heel erg opvalt in dus zijn diepgang. En dat voor mijn speelstijl is dat super lekker. Zowel aan de flanken, maar ook dus naar binnen snijdend. Zoals hij dat ook echt in het echt deed. En dat zag gewoon heel veel bij hem terug. Zoals dit, je kan hem diep geven, je kan hem hoog geven, je kan hem als een steekbal geven. Maar elke keer komt hij eruit en dit verbaasde me wel enorm. Omdat zijn weak foot is volgens mij 2 sterren. Helemaal niet zo goed dus. Maar ik heb volgens mij gewoon een stuk of 3-4 goals met hem gemaakt met zijn verkeerde been. Dus zelfs met dat verkeerde been is hij best wel sterk. Kijk, en dit is het beste voorbeeld van die diepgang en die snelheid waar ik het over heb. Geef een steekbal, door de lucht, over de grond, het maakt niet uit. Hij komt erbij en zijn afmaken is natuurlijk 87. En dat zie je ook weer terug. Dus hij was constant was hij daar om doelpunten te maken die eigenlijk normaal Douglas maakte. Kijk, en jullie kennen het wel, op het moment dat je een grote nieuwe sterspeler hebt, en al helemaal als je YouTuber bent en er een video over maakt, dan ga je dus Robben in dit geval best wel forceren, toch? Dat is ook waarom je soms minder gaat spelen op het moment dat je een hele dure speler toevoegt aan je team. Dat had ik natuurlijk ook wel. Ik zocht Robben echt wel extreem en overdreven. Maar het lukte wel. Ik ben echt tevreden. Want heel vaak lukt dat normaal niet als ik dat gedaan heb. Bijvoorbeeld eerder met Ansu Fati of met andere spelers in voorgaande FIFA's. Maar ook hier weer Arjen Robben. Volgens mij zijn 5e of 6e doelpunt in de tweede wedstrijd alweer. En ondertussen hadden we even de Groningen shirts aangedaan om helemaal dat gevoel te hebben van Robben, weet je wel. Maar echt, ik kan niks anders zeggen dan super tevreden. Hier 45ste minuut, het is Douglas. En ook hier weer, elke keer zit hij erbij. En als hij weg is, dan is hij weg. Hij heeft 93 snelheid en hij komt niet tekort of zo wat dat betreft. Weet je, hij is echt weg
als hij weg is. Ik zag ook op Twitter, Nick Den Hamer heeft hem gedaan. Volgens mij had Raul FC Roelie hem ook gedaan. Was er ook heel tevreden over. Dus in ieder geval van jullie sowieso. Ja, als je erover nadenkt, doe hem. Als je erover nadenkt, doe hem gewoon. Want het gaat gewoon een hele grote toevoeging zijn voor je team. Hier weer Douglas. En dit keer is het Robben met de assist. En Douglas met een ongelooflijk mooi schot in de kruising, in het hoekie. En daarmee wil ik meteen even vertellen, zoals ik al aan het begin van de video zei. Het ziet er gewoon uit dat we gewoon voor de eerste keer weer een hele lekkere weekend league gaan spelen. Ik heb ze de afgelopen 3-4 weken niet afgemaakt. Hier ook weer Robben met een supersnelle kap. Ik heb ze de afgelopen 3-4 weken niet afgemaakt, omdat ik gewoon niet zoveel plezier heb in het spel. En ja, dat heb ik nu wel weer, om heel eerlijk te zijn. Ik heb gewoon heel veel zin om na deze video meteen de games te spelen. En zoals ik dus al zei, laat even weten onder of je wil dat ik ga livestreamen met de laatste games. Want op dit moment gaan we volgens mij gewoon 11 om 2 of 10 om 2. En zou het uiteindelijk 11 om 2 worden. En dat betekent dat we gewoon echt wel kans maken op een Elite 2, Elite 3, Elite 1 natuurlijk ook. Maar die kans acht ik best wel klein. Hier ook weer Rob is er doorheen en een fantastische stift. Waar je dus een beetje die flair ziet waar ik het over heb. Die klasse, die flair. Hij maakt hem net even mooier, luxer. Maakt hij hem af dan een gemiddelde speler. En dat vind ik gewoon heel dik. En ja, nogmaals, voor 130k gewoon doen. Kijk, hier ook weer vol op snelheid met bal. Let op, met bal. 56e minuut in een nieuwe wedstrijd. Het is 0-0. Hij kapt naar binnen en hij geeft gewoon een perfecte bal op Mané. Ik dacht er nog aan om hem in één keer op de volley te nemen. Maar vaak is het beste om in die situatie eventjes aan te nemen. Je rust te bewaren. En dan gewoon de beste hoek uit te kiezen. Maar in ieder geval was ik heel blij over hoe hij dus daar weer die diepgang, die snelheid en ook de paas dus gewoon in zich heeft om... Om belangrijk te zijn in de Weekend League. En dit zijn niet zomaar potjes, weet je. Dit zijn niet de eerste 3 potjes die je speelt. Nee, het gaat gewoon om 10 om 1, 10 om 2. Echt wel hoog niveau. Goede tegenstanders hadden we. Spannende wedstrijden. En natuurlijk ook Douglas. Ik bedoel, ja, Douglas is ongelooflijk. Die video gaat natuurlijk niet over Douglas dit keer. Maar het mag toch gezegd worden dat we heel blij zijn met Douglas als icon. En zo komt een beetje deze samenvatting van de doelpunten van Robben tot zijn einde. Volgens mij komt er nog eentje uit mijn hoofd. Ik heb het net geëdit. Ik denk dat er nog eentje komt. Nee, die komt er niet. Maar wat ik al zei, we gaan dus 11 om 2. De Robben Show, jongens. Ik heb het jullie gezegd. Echt, echt, echt heel tevreden dus over Robben. En ja, zeker een aanrader. Als jij denkt van 130k, ik heb het. En ik wil het uitgeven aan Robben. Het is echt een goede speler. En vooral dus die diepgang, zoals ik al de hele tijd gezegd heb. Het is echt bijzonder. Maar in ieder geval, we staan dus om 11 om 2 in de Weekend League. Is best wel lang geleden dat we dat gestaan hebben. Dus dat is veelbelovend. Laat even weten of je zou willen dat ik ga livestreamen. Dan kunnen we misschien gewoon samen afmaken de Weekend League. Lijkt me in ieder geval heel erg leuk. En hopelijk komt er dus een goed Team of the Week aan. En we weten natuurlijk ook dat de icon swaps en zo weer eraan gaan komen. Het nieuwe seizoen is begonnen. Ik heb er nog niet echt naar gekeken. Even kijken, als het goed is staat dat hier. Ja, deze dingen staan natuurlijk nog open. Deze hebben we nog niet geopend. De 85 pakketten, de 83 pakketten, de Ultimate pakketten. Laat gewoon even weten, jongens. Moeten we gaan streamen? Wat moeten we doen met de icon swap? Wat vind je van Robben? Ga je hem wel of niet doen? Ik ben in ieder geval heel blij dat we weer de eerste video online hebben gezet. 2021. Het wordt een heel mooi jaar. En ik hoop dat je de journey joint op Team Yannico. Dus abonneer sowieso. Druk dat belletje in. En ik zie jullie super snel. Adios.